Welkom bij deze nieuwe video van Houthandel Online. In deze video geef ik u meer uitleg over het doekglashout wat wij in ons assortiment hebben. Doekglashout wordt voornamelijk gebruikt in buitentimmerwerk, zoals veranda's, kapschuren, buitenverblijven en erfafscheidingen. Ongeschaafd doekglashout is kunstmatig gedroogd. Hierdoor is het een stuk stabieler en kan het gelijk afgewerkt worden. Ons ruwe en fijn bezaagde doekglashout is vers gezaagd. Hierdoor is scheurvorming en vervorming haast niet te voorkomen. Het vers gezaagde hout zal altijd nog wat gaan krimpen. En de afwerking met verf, bijts, olie of lazuur kan pas op het moment dat het hout goed gedroogd is in de eindtoepassing. En dit kan een paar maanden duren. In doekglashout komen altijd in meer of mindere mate kwasten, scheuren en enkele harszakjes voor. De kwasten ontstaan door de zijtakken aan de stam, de scheuren ontstaan tijdens het natuurlijk droogproces en het hars is een natuurlijk beschermingsmiddel van het hout. Douglashout wordt voornamelijk gebruikt voor buitentoepassingen. In douglashout heb je kernhout en je hebt spindhout zitten. Het kernhout is afkomstig van de binnenkant van de stam en is iets roziger van kleur en het spindhout komt van de buitenkant van de stam en is iets lichter van kleur. Wij adviseren altijd om het hout te verduurzamen door middel van een verf, lak, olie of een lazuur. Doekglashout kunnen we in de volgende hoofdgroepen verdelen: balken, palen, latten, regels en planken. Bij Houthandel Online vindt u het grootste assortiment doekglashout in verschillende kop- en lengtematen. De standaard kopmaat wordt weergegeven als een netto gezaagde of geschaafde maat. Doekglashout is een heel snel groeiende houtsoort en heeft daardoor een grove structuur. Het kan zijn dat de geleverde maat iets afwijkt van de maat die wij op onze webshop vermelden en dit heeft te maken dat het hout nog iets kan krimpen. Doordat douglas zo enorm snel groeit, zijn er wel wat specifieke eigenschappen die goed benadrukt moeten worden. Door de grove structuur is een beperkte scheurvorming niet te voorkomen. Deze scheurvorming zal bij de gezaagde palen aanzienlijk kunnen zijn. Douglas verkleurt zwart bij contact met ijzeroxide. Ijzeroxide dat aanwezig is, kan gewoon weggeschuurd worden. Deze genoemde eigenschappen hebben geen invloed op de kwaliteit van het douglashout. Ons douglashout is afkomstig uit Duitsland, Frankrijk en de Belgische Ardennen. Het gewicht is tussen de 520 en 640 kilo per kuub. Douglashout is een prachtig product, maar het blijft een natuurproduct. En wilt u er nou meer over lezen? Kijk op onze website houthandelonline.nl en klik op het knopje houtinformatie. Bij Houthandel Online vindt u het grootste assortiment douglashout in alle beschikbare lengte en kopmaten, tegen een superscherpe prijs. En wilt u nou persoonlijk advies? Neem dan contact op met een van onze productspecialisten. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer!